De première is in bioscoop Pathé Buitenhof, waar de genodigden op hoffelijke manier worden ontvangen. Maar waarom een film over de grondwet? Met deze film proberen we iets van een lans te breken om je te interesseren voor onze eigen geschiedenis. De Onderkoning is gemaakt als een aflevering van het televisieprogramma Andere Tijden, maar dan opgenomen in 1820. Alle acteurs kregen een historisch dossier van hun personage en van de geschiedenis. En op basis daarvan, op basis van die kennis, heb ik ze geïnterviewd. Waar het allemaal om draait is de strijd tussen koning Willem I en Gijsbert Karel van Hogendorp, de bedenker van de grondwet. Van Hogendorp, die wilde de democratie vestigen zoals we hem vandaag de dag kennen. Waar prins Willem I eigenlijk heel antiek en dacht, nee, ik moet de macht hebben. Ik wil alles in mijn eentje min of meer beslissen. Acteur Laurens de Groot speelt koning Willem I. Hij kende het verhaal zelf ook niet. Nou, ik kwam er dus achter door aan dit project mee te doen dat ik heel veel niet wist. Nee. Je hebt heel veel dus nooit geleerd op school, blijkbaar. De reacties na afloop zijn positief. Ik vond het eigenlijk interessant. Ik vond het heel goed gespeeld. En ik werd er helemaal in meegesleept. Het is anders dan een gewone documentaire. En je ging wel op in de absurditeit van het experiment. Eigenlijk waarbij het archiefmateriaal, wat natuurlijk niet bestaat, wel goed overkwam. Nou ja, de koning heeft wel eens een stempel gedrukt op de grondwet, zo blijkt. En het is goed dat op deze manier in beeld wordt gebracht. Je ziet alle kanten van het verhaal. En voor mij ligt de waarheid nog steeds een beetje in het midden. En ja, ik kan beide standpunten goed begrijpen. De Onderkoning is zaterdagavond 29 maart te zien op Nederland 2.